Mama, waar komen de muizen vandaan? De muizen? Die groeien uit graan. Echt waar? Ja, tenminste, dat zeggen ze, dat muizen uit graan groeien. Oh, en vliegen? Vliegen, die komen uit afval. Oud eten en zo, daar komen de vliegen uit. Tenminste, ja, zeggen ze. Ja, ja. En de ijsbeer, waar is die van gemaakt? Een ijsbeer? Nou ja, dat is een klomp ijs. En zijn moeder die likt hem dan in de juiste vorm. In de vorm van een ijsbeertje. Dat zeggen ze tenminste. Goh, dus een ijsbeer is eigenlijk een gelikte beer. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ga nou maar lekker slapen, hè. Morgen weer vroeg naar school. Ik wil een broek aan een school, geen rok. Ja, Martijn, maar alle jongens in de Gouden Eeuw dragen een rok naar school. Waarom? Nou ja, dat is lekker makkelijk. Snel aan en uit. Ik wil geen rok aan. Ken jij Michiel de Ruiter, die grote zeeheld? Die had als jongen een rok aan. Echt waar? Mm-hmm. En Jan Pieterszoon Koen en Piet Hein, die gingen allemaal in een rok naar school. Weet je wat? Ik leg hem hier klaar. He? Dan ga jij morgen in een rok naar school en dan word jij ook een grote zeeheld later. Oh, en niet gaan liggen. Rechtop slapen. Waarom? Nooit gaan liggen als je gaat slapen, hè? Want dan kan je niet ademen en dan komt de duivel je halen. Tenminste, dat zeggen ze. Dus ga maar lekker zittend slapen. Tot morgen. Slaap lekker, mam.